En soms denk ik wel eens, misschien ben ik ook gewoon... Ja, ben ik ook gewoon te oud voor een oudejaarsconferentie. Moet ik het ook niet meer doen? Misschien moet het gewoon volgend jaar ook door een veel jonger iemand gedaan worden. Door een millennial, weet je. Wat, dit, nou, ja, laat een millennial doen. Want nou, dat heb ik ook begrepen. Millennials hebben het ook niet makkelijk. Nee, het valt voor ons niet mee. Maar millennials? Ik moet er even zonder lachen insturen. Maar millennials hebben het ook niet makkelijk. Ik zag een millennial op tv, en dit is serieus waar, die vergeleek zijn situatie in de lockdown met die van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Toen dacht ik, nou, dan heb je het niet makkelijk. Nee, want ik weet daar toevallig iets van. En dit vind ik dus zelf een heel leuk stukje, maar dat maakt niet uit. Maar dan kan het nog heel lelijk met je aflopen. Oh. Nou ja, en laat ik maar zeggen, het gas komt niet uit een gezellig ballonnetje. Zo daar blijven. Maar het is ook ingewikkeld, weet je. Niemand weet echt waar die aan toe is. Ze gaan in Polonaise door de IKEA. Ze zitten met 600 in de kerk en de kroeg is dicht. En waar vertellen ze meer onzin? Weet je, dat... Ja, ik weet niet, want ik kom nooit in de kerk. Maar het is... Al die operaties zijn ook zo raar. Ik speelde laatst in een klein theatertje. Denk een try-out. Hierheen, niet eens zo ver vandaan. En het was een totale militaire operatie bijna. Dus een avondje cabaret. Iedereen kreeg van tevoren een brief of een mail. Je mocht niet denken. En je mocht wel lachen, maar niet te hard. Je mocht aan het eind niet gaan staan. Allemaal dat soort dingen. Je mocht ook niet aan koffie denken. Je moest thuis al naar de wc zijn geweest. Nou goed, dat heel ontspannen avondje. En die mensen kwamen naar die voorstelling toe. En hier stonden ook allemaal pijlen. En daar wel en daar niet. En overal stonden mensen met schermen. Nou goed, allemaal goed. En toen kwamen die mensen het theatertje binnen. En mijn kleedkamer zat zeg maar bij de ingang. En daar stond zo'n vrijwilligster. En dat is toch altijd een bepaald type, zullen we maar zeggen. Iemand met een kuthuwelijk die dan dat soort dingen gaat doen. En die stond er met zo'n t-shirt en zo'n button, weet je wel, zo'n button. En die had een lijst en die zei, uw naam! En Jansen of zo, ja. Ben, heeft u verhoging? Nee. Snot? Nee. Diarree? Nee. Fijne avond verder. En dan weet je, wat ik dus niet zo goed begrijp, ook bijvoorbeeld de supermarkt. Het maakt dingen los bij bepaalde mensen. Mensen die hun hele leven nog nooit iets hebben kunnen zeggen, die gaan opeens dingen zeggen. Dus vorige week, ik loop helemaal in gedachten, ik ben met andere dingen bezig. Ik loop de supermarkt binnen en inderdaad, ik ben iets vergeten. Dan staat er een mevrouw naast me. Ze kukident, weet je dat? Ja, maar opeens een vrouw die naast me komt lopen, 1,5 meter. Ik zeg, nou, mijn vrouw droomt ervan, weet je dat? Ander voorbeeld. Laatst kwamen de kleinkinderen, die kwamen bij ons op bezoek. En onze kleinkinderen worden heel modern opgevoed, dus geen suiker. Nou, bij ons wel hoor. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, we gaan ze even goed verpesten. Hupsakee. Dus wij samen naar de supermarkt even snoepjes kopen. Nou, en wij willen naar binnen en we willen 2 rollen Mentos hebben samen. Mijn vrouw en ik, ja. En dus we willen naar binnen gaan, zegt hij. Hallo, 1 persoon per wagentje. Ik zeg, wij komen voor 2 rollen, maar 1 persoon per wagentje. Ik zeg, wij komen 1 persoon per wagentje. En dat geldt ook voor Joep van het Hek. Nou, dat heb ik mijn vrouw in het kinderzitje gezet. En ik heb gelukkig een klein vrouwtje. Jullie hebben allemaal zo'n dragonder. Maar weet je, dat is het vrolijke.